Zomervakantiemaanden, ze zijn inderdaad achter de rug, juli, augustus, voor Knokke-Heijs, topdagen uiteraard. Wij gaan even terugblikken en nou, wie kunnen we dat beter vragen dan aan de schepen van toerisme, Anthony Wittesalen. Hoe is dat zomerseizoen geweest? Hoe is dat verlopen in Knokke-Heijs? Schitterend weer, dat weet ik. Dat is natuurlijk een supertroef extra. Wel, het weer heeft natuurlijk altijd een heel belangrijke rol te spelen. Het is een topseizoen geweest, ook omdat de mensen ja, na die coronajaren buiten wilden en wilden ongegeneerd, ongeremd genieten van elkaar terugzien en van de pleziertjes die wij en de genoegens die wij te bieden hebben. Het was een knaller van een zomer, maar wat ons nog veel blijer maakt, is dat die zomer eigenlijk, of het seizoen, het goede, de massa mensen die naar hier gekomen zijn, dat dat vooral al in januari begonnen is. Ook van januari, het voorjaar, juni. We hebben eigenlijk heel het jaar door onze tweede verblijvers zien komen. Mensen zien komen die voor een dag kwamen, die voor een langer verblijf kwamen. Dus het is meer dan een goed seizoen, het is een goed jaar tot nu toe. En dat is dat ons nog veel blijer stemt, want dat wil zeggen dat onze economie gans het jaar door zuurstof heeft en mogelijkheden heeft. En dat als de mensen wat meer gespreid komen, dat zorgt natuurlijk ook voor wat meer rust en een meer evenwichtig verhaal. Maar toerisme mikt altijd op het activeren, vooral van onze tweede verblijvers. Dat is de bulk van onze economie. Dat zijn de mensen die onze economie schragen en die zoveel mogelijk weekends, zoveel mogelijk dagen in het jaar laten komen. Dat lijkt dit jaar zeer goed te lukken door die omstandigheden met het mooie weer en de bevrijding na COVID. Maar dat is dus eigenlijk zaken die heel belangrijk waren. Wat voor mij ook een hele belangrijke conclusie is van deze zomer, is dat we met mede door de handhaving en het werk, het hele zware werk van de politie, dat we de overlast hebben kunnen onder controle houden. Er was een hele grote aanwezigheid van politie, die ook niet noodzakelijk repressief was, maar ook mee informeerde, mee vorm gaf aan het sensibiliseren. Dat daar eigenlijk, dat we de zomer, die toch behoorlijk druk was bij momenten, dat we toch die onder controle hebben kunnen houden. Ik denk dat dat een hele belangrijke, en ik denk dat we ze daarvoor ook moeten hartelijk danken voor al die inzet, want dat wordt heel vaak enkel negatief bekeken. Maar dat is een heel belangrijk iets, omdat dat ook de rust in de badstad behoudt. Dat zorgt er ook voor dat we een kwalitatieve omgeving blijven behouden. Er zaten een aantal topdagen bij. En was er op dat moment dan toch geen oververzadiging dat je zegt, vol is vol? Wel, we hebben ook grote borden gezet aan de A11 om te zeggen, Knokke-Heijs zit vol. Maar je kunt dat niet vermijden. Je wil dat ook niet vermijden. Je kan het ook niet groter maken. Je kunt het ook niet groter maken. En je moet rekenen dat we met onze 30.000, 34.000 inwoners, met onze tweede verblijvers, met de dagtoeristen, dat we een uit de kluiten gewassen stad zijn van 200.000 mensen op zo'n moment. En daar zit, ja, er zit een economisch voordeel aan. Dat is niet altijd even prettig voor zij die de rustige badstad graag of liever hebben. Maar dat is nu eenmaal zo. 21 juli, 15 augustus. Er zijn er ook geweest waar het slecht weer was, waar het niet zo was. En dan ja, huilen we allemaal met de pet op. Hè. Maar ik denk dat we echt niet mogen klagen van gans het jaar trouwens. Hè. Ik weet, je had het daarnet over de pleziertjes die Knokke-Heijs biedt. Dan neem ik aan dat op alle vlakken diegenen die al die pleziertjes aanbieden ook reuze tevreden zijn. Ik denk dan aan winkeliers, shoppingcentra, restaurants, stranduitbating. Ja, ik neem aan dat niemand moppert. Nee. Nee, ik heb niet veel mensen horen klagen. Traditioneel, als het heel mooi strandweer is, draait onze retail wat minder. Maar aangezien het voorjaar al zo schitterend was en eigenlijk heel het jaar al op dat vlak goed meeviel, is dat allemaal zeer relatief. De zomerspending is ietsje minder als het zo fantastisch weer is. Maar dan is het weer fantastisch voor de horeca en de stranduitbatingen en iemand anders. Dus uiteindelijk, onze volledige economie heeft denk ik een wonderbaarlijk jaar gehad tot nu toe. En het is nog niet gedaan. Hè. We hebben nog een mooie herfst. En najaarsplanning klaar. Top, zou ik zo zeggen. Oh, heel zeker. Voilà, zoveel is duidelijk. Top, zoals ik al zei. En daar kan ik beslist niet meer aan toevoegen.